Dit is perfect, laat me staan. Ja? Ja, helemaal goed. Maar een kaartje. Het is moeder dat stond. Mijn naam is Maurice Graaf en ik heet u van harte welkom bij de eerste uitzending van Sparren met Sporters. Als we op bezoek zijn bij kanjer Maartje Pauwme. Maartje, dank voor je gastvrijheid hier. Hoe is het? Ja, goed. Het gaat heel goed. Ja. Ja, want je bent precies 3 maanden geleden moeder geworden. Ja. Van een jongetje, Sev. Ja. Sev, moet ja, zeggen. Klopt. Je mag hem Sev noemen. Ja, Sevy heet hij. Sevy. Ja, bijna 3 maandjes is hij en... Ik moet zeggen, het gaat eigenlijk allemaal hartstikke goed en we hebben eigenlijk weinig te klagen. Het is een heel vrolijk mannetje. Weinig huilen, hij eet goed. Slaap is natuurlijk, maar dat denk ik, iedereen die net ouder is geworden, dat af en toe wat minder is. Maar ja, weet je, als je hem 's ochtends dan weer ziet met zo'n hele grote glimlach op zijn hoofd, dan denk je alweer van, dan vergeet je die nachten die zo kort zijn, dan vergeet je ook alweer. Dus nee, het bevalt super. Het is niks mooier dan dat eigenlijk. Ja, het blijft het allermooiste. Nou heb je met je vriendin een gezinnetje, ja. Met Sev erin, met die twee kleine hondjes er nog bij. Ja. Een heel ander leven als een topsporter komen we straks uitgebreid over aan bod. Ja, nee, ja, het is echt heel anders. We werken allebei, zijn echt gewend om ook veel te werken. Dus dat was echt even aanpassen toen die kleine erbij kwam. Want dat is gewoon natuurlijk, ja... Je bent 24 uur per dag met de kleine bezig, in ieder geval één van de twee. Dus het is wel echt een totaal ander leven, maar echt, ik zou geen moment zonder hem meer willen. Dus het is gewoon even aanpassen, maar toch gaat het ook wel vrij snel vanzelf of zo, dat loopt. Had jij dat ook van op het moment dat je ze even voor de eerste keer in je armen nam, hè, dat het eigenlijk al niet meer voor te stellen was dat hij er niet was? Ja. Ja, gek is dat, hè? Ja, hadden we echt precies hetzelfde. Ja, weet je, echt vanaf het moment dat hij geboren werd en inderdaad, dat je hem in je armen had, was het van, ja, dit van ons. Ventje hoort gewoon bij ons. En ja. Die is als het goed is heel zijn leven bij ons. Dus dat voelt meteen zo goed. En ik hoor hem op de achtergrond. Ja. Nee, maar hij wordt wakker. Ja, dat is prachtig. Ik wilde heel mijn leven wilde ik al heel graag kinderen. En dan echt als je er echt eentje hebt, ja, dat is nog veel mooier dan dat je je kon voorstellen van tevoren eigenlijk. Terwijl ik heb je vaak geïnterviewd, maar als ik een paar jaar geleden bij jouw huisje, boompje, beestje had moeten plaatsen, denk van nou, ja. Dat duurt misschien nog even als het al ooit komt, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is natuurlijk gewoon, het is ook gewoon een heel ander leven. Als topsporter ben je zo bezig met alleen maar presteren en bezig, weet je, van toernooi naar toernooi leven en zo'n strak schema. En als je dan heel even daarvan vrij was, was het ook gewoon even... Remmen los, weet je wel, en heel even focus op iets anders. En dan, ja, je bent zo met jezelf bezig. Gewoon een heel ander, ja, gewoon echt een ander leven. En sinds dat ik gestopt ben met sporten... 2018? Ja, 2018, verander je wel natuurlijk als mens. Je gaat andere dingen doen. Je vindt andere dingen in het leven eigenlijk veel belangrijker dan dat je het vroeger natuurlijk vond. En dat is natuurlijk logisch. Dus ja, ik snap heel goed als jij zegt van ik had jou een paar jaar geleden misschien wel nu anders erbij zien zitten. Ja, dat snap ik wel. Nou, we gaan eerst even terug naar jouw vorige leven. Ja. Dan kunnen we... Maartje, ik probeer even op te sommen hoe goed jij was als hockeyster. Corrigeer mij als ik het fout heb uit het hoofd. 2 keer beste hockeyster van de wereld. 1 keer hockeytalent van de wereld geweest. Volgens mij 10 keer de Europa Cup 1 gewonnen. 2 keer de belangrijkste natuurlijk Olympisch goud. Een paar andere Olympische medailles nog. 11 keer landskampioen. Topscorer aller, vind ik zelf natuurlijk altijd wel leuk. Topscorer aller tijden in de Nederlandse competitie. Ja. Ben ik dan een hele belangrijke vergeten? Nee, dat denk ik niet. Ja, de WK in Den Haag die we gespeeld hebben in 2014. Wereldkampioenschap. Ja. Ja, dat was ook wel een hele mooie, meteen ook een hele bijzondere, zeg maar, om in eigen land een WK te mogen spelen. En dan in een voetbalstadion, dat moet jij natuurlijk mooi vinden. Ja. Het speelde in het ADO Den Haag stadion, het dus WK. Dus de doelen waren ook groter voor jullie? Ja, was dat maar zo. Ja. Nee, maar dat was prachtig, want het was gewoon iedere wedstrijd was het hele stadion oranje en 15.000, 16.000 man wat daarin kan. Ja, en dan daar wereldkampioen worden was echt super bijzonder. Ja, heel mooi. Ja, gaaf. Ja. Wat heeft jou als kind gevormd dat jij... Ja, bedoel, dat is niet voor iedereen weggelegd, topsporter worden. Daar hoort een bepaalde mentaliteit bij. En
Jij staat juist bekend om je mentaliteit, maar wat is dat dan bij jou? Ja, dat is altijd lastig om dat zeg maar helemaal terug te halen waar dat dan echt vandaan komt. Maar als ik zo een beetje terugdenk, denk ik, ja, weet je, ik kwam uit een gezin met 4 kinderen. 2 oudere broers, een oudere zus. Uitgeleen, hè? Uitgeleen, ja. Ja. En ja, kijk, we deden allemaal aan sport. Zij sporten ook allemaal. Tennis, hockey, eigenlijk alles werd gedaan. En ja, ik was de jongste van de 4. En ik merkte wel altijd dat ik altijd mee wilde doen en dat ik ook nog altijd wilde winnen. En ja, om dat nou van 2 oudere broers en een oudere zus te moeten winnen, zeg maar, ja, dan moest je toch wel... Dat was niet makkelijk. Wat doorzettingsvermogen hebben en toch echt wel graag iets willen. Ja. En ik weet nog wel dat ik af en toe door de lucht vloog als een potje voetbal op het grasveldje en zo. Maar dat maakte me eigenlijk niet uit, want ik wilde toch altijd de beste zijn, zeg maar. Dus misschien dat toch altijd wel een stukje is, zeg maar, waar het toch begonnen is van... Ja, waar haal je nou, zeg maar, die echte wil vandaan om te bereiken wat je uiteindelijk bereikt hebt? En ik wist al op heel jonge leeftijd wel dat ik echt voor het allerhoogste haalbare in de sport wilde gaan. En ja. Ik hockeyde, ik tenniste. Ik deed eigenlijk deed allebei op redelijk hoog niveau. Mijn moeder deed allebei en mijn vader die tenniste ook en die deed voetbal. Maar de rest, eigenlijk alle kinderen zijn gaan tennissen en gaan hockeyen. Maar ik vond dat wel leuk, want voor mijn 30e verjaardag kreeg ik van mijn moeder een doos met allemaal spullen van vroeger van school. En daar zat ook een werkstukje bij. En daar stonden 2 vragen stonden erop. En eentje was dan van, wanneer ben je later gelukkig? En dat was dan als ik het Nederlands elftal hockey zou halen. En wanneer zou je later ongelukkig zijn? Ja, als ik het Nederlands elftal hockey niet zou halen. En dat was uit 1995. Ja, dat betekende dat ik 10 jaar was. En dat ik op die leeftijd dus wel echt de droom had van, ja, dit is wat ik later worden wil. Je hebt die droom helemaal waargemaakt. Sterker nog, je bent dus echt een bekende Nederlander geworden door het hockey en de optredens die eraan vastzitten. Ook als aanvoerster van het Nederlandse team. Ja. Wat heeft dat met jou gedaan? Ja, ik denk eigenlijk tijdens de sport nooit zo heel veel. Omdat ik er nooit zo echt bij stilstond van wat het nou eigenlijk allemaal eromheen betekende. Ik was dan altijd zo bezig, weet je wel, met het presteren en het toewerken naar toernooien toe. En ja, eigenlijk constant bezig zijn om jezelf te verbeteren en het team te verbeteren. Om zo uiteindelijk je prijzen te kunnen winnen. Maar als ik daar nu achteraf zeg maar, aan terugdenk, ook aan die hele tijd, weet je wel, van wat heeft dat dan gebracht? En ja, het heeft wel echt zeg maar, alles gebracht hoe ik nu in het leven sta, zeg maar. En ik denk wat je daaruit mee kan nemen, is dat hele stukje doorzettingsvermogen waar we het net over hadden. Weet je wel, van als je echt iets wil bereiken in het leven, ja, ik ben ervan overtuigd dat kan. Weet je, of het nou linksom, rechtsom, door het midden of hoe dan ook. Maar als je echt iets graag wil, ja, dan moet je er heel hard voor werken. Maar dan is het in mijn ogen vaak wel mogelijk om dat te kunnen doen. En daarnaast, ja, ik heb natuurlijk altijd als teamsporter gefungeerd, zeg maar. Dus ja, je leert gewoon heel erg veel met mensen samenwerken. Je leert heel veel verschillende karakters kennen. En daar neem ik nu ook heel veel dingen van mee, zeg maar. In het coaching wat ik nu doe natuurlijk. Je hebt alles meegemaakt en je ziet nu zeg maar, heel veel verschillende meiden die je probeert beter te maken en richting hun doel zeg maar, eigenlijk te helpen. Ja, en dan heel veel dingen zijn zo herkenbaar. En dan probeer je die meiden gewoon eigenlijk een beetje te sturen van ja, naar wat hun doelen zijn en hoe ze daar misschien het beste naartoe kunnen werken. En ja, kijk, als je al die kennis niet had gehad van de jaren daarvoor, dan was het natuurlijk veel lastiger geweest. En, ja. Omgaan met druk. Ook zo'n thema, wat bij jullie natuurlijk stond heel veel druk op. Zeker bij Den Bosch moest je kampioen worden, bij het Nederlands team. Moest je eigenlijk, als het minder als goud was het eigenlijk niet goed? Nee, klopt. En ik was altijd wel iemand die het heel fijn vond zeg maar, om onder druk te presteren. Omdat het eigenlijk op het moment dat het vaak moest lukken. Vanaf het begin of heb je daar ooit moeite mee gehad met druk? Nee, eigenlijk vanaf het begin af aan ging dat vrij snel ging dat goed. Dat vind ik opmerkelijk. Ja. Als ik ook terugdenk aan de finales, halve finales, voor wat voor toernooien dan ook, dan heb ik bijna in al die wedstrijden heb ik goals gemaakt. Ja, ik kan me nog op de Olympische Spelen in Londen, dat je geloof ik tot de halve finale niet gescoord had. En je zei maar constant als het belangrijk. Ja, als je het over druk hebt, weet je wel, en je denkt terug aan dat moment, weet je wel, dan was het echt, die druk die bouwde natuurlijk me op. Hè. Ik had 5 poolwedstrijden gewoon niet gescoord. Terwijl normaal gesproken, ja, als ik een wedstrijd speel en ik zou niet scoren, dan denkt iedereen al van, weet je, hoe kan dat? Nou, laat staan dat je 5 wedstrijden op rij geen goal maakt. Dus na iedere wedstrijd, zeker na wedstrijd 2-3, begon die pers natuurlijk iedere keer te vragen, ja, wat is er aan de hand? En loopt niet, en dit, en dat. En ja, wat je zegt, van, ik zei de hele tijd, maar wacht maar, op het moment dat het belangrijk wordt, dan ben ik er. En ondertussen was die druk natuurlijk immens hoog. Maar ja, in de halve finale waren er 2 en in de finale was er ook nog 1. Dus ja, dat was uiteindelijk wel zo. Dat moet zo'n ontlading zijn. En ja. Als ik nu ook terugdenk en ook af en toe wel eens beelden terugzie, zeg maar. En ik zie dan mijn hoofd nadat er goals gemaakt waren. Ja, dan zie je gewoon dat de druk daarvan afspat en de ontlading, weet je wel. Van
ja, dat het gewoon een bevrijding is iedere keer als je hem weer maakt. Omdat er gewoon zoveel verwachtingen zijn van buitenaf, maar ook van mezelf. En kijk, dat heeft me op heel veel momenten heeft me dat heel groot kunnen maken. Maar het is ook al een aantal keren, als het dan niet lukt, werd dat natuurlijk ook overgesproken. En dat is gewoon, als je zo'n rol hebt in het team, dan kun je natuurlijk de grote held zijn. Maar je kon ook een dag, kon je het helemaal niet zijn, zeg maar. Ja. Maar ja, dat moet je leggen. Ik vind dat wel mooi, maar... Ik vond het prachtig. Tot echt serieus de laatste wedstrijd voor Oranje, zeg maar, de finale in Rio. Toen, in die wedstrijd, heb ik de strafbal gemist. Yeah. En hebben we uiteindelijk de finale op shootouts verloren natuurlijk. Yeah. En dat is een van de eerste keren, zeg maar, dat ik een strafbal op een belangrijk moment miste. En eigenlijk, het jaar daarna bij Den Bosch en het jaar daarna bij Antwerpen, vond ik de druk in één keer helemaal niet meer zo fijn. En hoe meer druk erop stond, was er opeens, zeg maar, een gedachte in mijn hoofd van, als ik maar niet mis en ik moet hem maken. Ja, en je weet zelf, als je die gedachte hebt, is het eigenlijk al klaar. Dus die laatste 2 jaar van mijn carrière heb ik ook, zeg maar, ervaren dat ik... Als je gaat denken over missen, dan ga je missen. Ja, terwijl eigenlijk in al die jaren daarvoor was het altijd zo dat die gedachte in mijn hoofd was van, als ik hem nu maak, dan zijn we klaar en dan zijn we kampioen en dan is het feest, zeg maar. Nou, dan, ja, die gedachte die paste dan veel beter bij mij. Ja. En die laatste 2 jaar heb ik het ook ervaren, de andere kant. Van het feesten was jij ook wel altijd. Ja, dat moest wel goed gevierd worden. Ja. Maar ook dat is iets, hè, wat ik nu ook meeneem, zeg maar, als ik mijn presentaties geef of wat ik zelf, zeg maar, doe in het... binnen ons eigen bedrijf, van, weet je, dat je doelen die je behaalt en de positiviteit, zeg maar, die moet je ook gewoon vieren. Je moet je successen wel vieren. En dat probeer ik mensen eigenlijk ook altijd mee te geven, van, probeer niet, zeg maar, alleen maar te kijken naar dat grote eindresultaat, of dat gaat lukken, maar ga het dus gewoon opdelen in kleinere doelen, weet je. En als je je doelen behaalt, vier dat met elkaar, zeg maar. En het hoeft natuurlijk niet altijd zo'n groot feest te zijn als de Olympische Spelen als je die wint, maar het is wel belangrijk om je successen gewoon, ja, om daar even bij stil te staan. Ja, Maatje, we zijn nou in de salon die bij jullie bedrijf hoort. Het is het bedrijf van jou en Savannah samen. Ja, dit is wel losstaand, zeg maar. Dit is echt, zeg maar, van Savannah, zeg maar, de salon. Dus, Want ze maakt mensen mooi. Ja. Dat kan zelfs bij mij. Dat kan zelfs bij jou. Ja. Dat lijkt mij. Nee, ja, ze is inderdaad huidspecialist. En ik moet zeggen dat het ze hartstikke goed en supermooi dat, om te zien, zeg maar, dat ze dat hier aan huis kan doen. En dat ze... mensen zo blij kan maken om ze zo'n verbetering, zeg maar, te geven eigenlijk in de huid. En eigenlijk met het bedrijf wat ik dan heb, zeg maar, wat ik doe met sportclinics en trainingen. Ja, vertel eens wat je doet. We hebben het natuurlijk net al een stukje besproken, het stukje Tilburg natuurlijk, hè, coaching van de dames. Coach, maar je geeft ook nog pep talks of presentaties. Dat doe ik ook nog. Over je ervaringen. Je bent de ervaringsdeskundige wat dat betreft in de topsport. En kan dat mooi vertalen naar het bedrijfsleven. Ja. Maar daarnaast begeleid je mensen ook naar strakker lichaam als dat moet, maar vooral lekkerder in hun vel zitten. Ja, precies. Zeg maar, het hele stukje sport natuurlijk, wat ik natuurlijk altijd gedaan heb en nog steeds actief in ben. Met daarnaast een stukje personal trainingen ook wat ik geef. Dus dat doe ik naast het hele hockey. Vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. En zo heb ik 6-7 mensen in de week die ik dus ook echt een uur gewoon even flink aan de bak mee ga, zeg maar. En personal training. Ik ben me dat voorstellen. Dus er zijn mensen hier in de omgeving die krijgen personal training van Maartje Pauwme, 2 keer Olympisch goud. En die vertelt, Maartje vertelt dan ook, hoe is het beste met hun voeding of met supplementen ze daarvoor kunnen nemen om optimaal te kunnen functioneren. Ja, dus dat is, zeg maar, een heel stuk, zeg maar, wat ik dan doe. Hè. Het hockey natuurlijk, personal training en daarnaast een stuk voeding. Hè. En dat is misschien wel leuk om te vertellen hoe dat eigenlijk gestart is. Want ja, ik kom natuurlijk uit de sportwereld en Savannah, zoals je ook hier ziet, huidspecialist... En eigenlijk in de vorige lockdown, zeg maar, in de eerste, zaten wij met z'n tweeën. Nou, natuurlijk, de salon moest dicht. Alle sporten lag stil, alle evenementen lagen eruit. Dus ja, wij zaten eerst een paar weken met z'n tweeën thuis van, ja... En nu? Weet je wel, geen vooruitzicht. We hebben er heel veel gezeten. Ja, precies. En dan ga je toch denken van, ja, wat kunnen we dan nog meer doen? En ja, waar ligt nou echt, zeg maar, hetgeen wat je leuk vindt om te doen? En daar was ik sowieso een beetje zoekende naar, zeker nadat ik was gestopt met sporten. Was het van, ja, ik ben meteen het hockey ingerold, ben gaan coachen, ik heb de hockeyschool erbij genomen. De clinics, trainingen, alles kwam wel en ik had meteen werk, dus ik was eigenlijk meteen bezig. Maar toen in die lockdown heb ik mezelf wel afgevraagd van, ja, wat vind ik nou eigenlijk echt gaaf om te doen, weet je wel? Waar word ik nou blij van? En eigenlijk iedere keer kwam bij alles... En ben je bij jezelf te raden gegaan in die lockdown? Ja, want die eerste paar weken was het wel van, ja, ik vond het wel leuk natuurlijk, want we zaten lekker in de tuin, het was mooi weer en het was...
die eerste paar weken nog dat je dacht van ja, oké, weet je, die komen wel door. Mm-hmm. Maar je ging ook wel een beetje denken van ja, wat vind ik nou nog meer leuk om te doen, weet je. En... Maar ga je dan echt afvragen, waar word ik nu blij van? Ja. Is dat dan mijn vraag? Ja, uiteindelijk wel. Want ik had superveel werk om te doen en ik vond het allemaal hartstikke leuk. En toen in die lockdown heb ik wel gedacht van ja, wat vind ik dan nog meer leuk? En waar word ik dan blij van? En het was eigenlijk iedere keer van ja, bij mensen helpen, zeg maar. En dan ja, natuurlijk wel in combinatie het liefst met sport en voeding. Omdat dat ligt gewoon dichtbij me, daar weet ik veel van, daar heb ik veel ervaring in. Dus toen ben ik ook een cursus gaan doen, personal training, ben ik toen opgestart. En ja, wij gebruikten zeg maar de producten waar we mee werken, zeg maar van Forever, de producten met de aloe vera, zeg maar. En die gebruikten wij zelf al 3 jaar lang. En dan is me toen ooit gevraagd ook van, ja, zou je het gaaf vinden om daar eens mee, wat meer mee te gaan doen en mee te werken? En eigenlijk heb ik er altijd nee tegen gezegd, omdat ik bezig was met sporten en ik had daar geen tijd voor. En nou, toen in die lockdown hadden we zoiets van, we gaan zelf weer eens een keer die 9 dagen, we hebben een hele mooie 9-daagse kuur hebben we daarin zitten, gebaseerd op allemaal natuurlijke producten en vooral op aloe vera, wat je lichaam eigenlijk van binnenuit reinigt en ervoor zorgt dat je weer veel meer energie uit je voedingsstoffen gaat opnemen. En die zorgt eigenlijk voor dat je alle afvalstoffen uit je lijf gaat verwerken, zeg maar. Dus... Na 9 dagen hebben mensen altijd een heel goed en snel resultaat. Ik dacht dat ik daarvoor bij de Thaise massage moest zijn. Afvalstoffen uit mijn lichaam. Ja, dat is ook een manier. Maar dat is vanuit binnenuit werken. En eigenlijk je darmen, zeg maar, weer schoonmaken, reinigen. Waardoor zeg maar, je darmen weer veel meer, zeg maar, weer op kunnen nemen vanuit de voeding die je binnenkrijgt. En mensen gaan daar binnen 9 dagen een heel erg groot verschil merken, zeg maar, van hoe ze zich daarvoor voelden en hoe ze zich daarna voelden. Ik zag uit de reacties, ik heb stiekem al gekeken, dat de eerste 2 dagen het moeilijkste zijn bij de meeste mensen. Ja, want je zit de eerste 2 dagen zit je echt, zeg maar, vol op die aloe vera. En je eet daarnaast wel gewoon groente en zo en fruit, veel water. Maar dat is de eerste 2 dagen, zeg maar, hoe je het ingaat. En daarna ga je gewoon ook op basis van soja shakes, zeg maar, eiwitrijke shakes. En gewoon normale voeding, zeg maar, ga je de andere 7 dagen door. Ja. Maar de eerste 2 dagen zijn net even wat pittiger. En dat is gewoon echt om je lijf gewoon even die reset te geven. Richting weer een gezondere leefstijl. Als je kijkt gewoon nu naar hoe we met voeding omgaan, zeg maar, in het algemeen, zeg maar, over de hele wereld. En zeker hier in Nederland. En zeker in coronatijd. Zeker in coronatijd. Dus wat we toen ook eigenlijk gedaan hebben in de eerste lockdown, was we hebben zelf weer een keer die 9-daagse kuur gedaan. En wat we gedaan hebben, is eigenlijk een beetje op social media gedeeld van, ja, wat voor producten gebruiken we nou? Wat doet het voor je lijf? Waarom doen we het? En al heel snel merkte ik dat mensen iets hadden van, hey, wat zijn jullie nou eigenlijk aan het doen? En ik ben daar eigenlijk al heel erg nieuwsgierig naar van wat het dan precies inhoudt. En zo zijn we eigenlijk een beetje gestart om het steeds een beetje meer uit te bouwen. En nu zie je eigenlijk na een jaar, anderhalf jaar, met de combinatie met de schoonheidssalon, met combinatie personal training, sport en dan een stuk voeding erbij. Ja, dat is wel super gaaf om dat zo samen te doen. Het valt een beetje allemaal op zijn plek nu. Ja, en zijn we eigenlijk ook ons derde bedrijfje eigenlijk gestart, zeg maar, Fit Happy Healthy dan. Dat is daar uitgekomen en dat doen we dus naast de salon en naast eigenlijk alle sporten en de lessen die ik daarin geef. De presentaties hebben nu ons derde bedrijfje daarin gestart. Dus ik moet zeggen dat corona, ondanks dat het natuurlijk super vervelend is en heftig en alles, heeft dat ons wat dat betreft ook nog iets moois opgeleverd. Om eigenlijk gewoon samen ook te gaan kijken van ja, wat vinden we nou nog meer tof om samen te doen. Ja, toch het mooiste wat het heeft opgeleverd, corona net was, hebben we gezien. Hè? Dat zeker. Maar dan vraag ik me af, hè. Jullie zijn allebei ambitieus, ook in jullie werkzaamheden, heel geïnspireerd. Hoe doen jullie dat met z'n drieën dan? Hoe geven jullie dan een plek? Hoe kan dat allemaal? Ja, dus nu, ja, kijk, de eerste week had Saf natuurlijk nog verlof. Hè? Dus ja. die is nu eigenlijk sinds 2 weken ook weer begonnen. Dus ja, die eerste 2 weken zijn echt op een ziek strak schema, zeg maar, op elkaar ingericht. Een ziek strak schema, geweldig. Ja, dat past goed ook wel, ja, waar we het over hebben natuurlijk. Kijk, het fijne is, zij werkt aan huis. Ik werk veel in de avond of heel vroeg in de ochtend. En de rest, zeg maar, wat ik kan doen, dat doe ik hier thuis als hij ligt te slapen. Maar ja, het is net even iets meer op elkaar afstemmen van hoe dat dan gaat. Dan geef ik 's ochtends vaak personal training. Kom ik thuis, dan gaat Saf in de salon, gaat ze aan de slag. Zit ik hiernaast op de computer en ben ik met kleine Seth bezig. En, die slaapt nog veel, dus dat scheelt. Dat scheelt nu natuurlijk nog wel. En meestal is Saf 4 rond een uurtje of 4 klaar. Trek ze de deur, dan heb ik mijn sportkleren al aan en vertrek ik richting Tilburg. En ga ik daar in de avond aan de slag. Zo zeg, dat is wel lekker, hè? Ja, lekker toch? Ja. En dat doe je dus wekelijks in ieder geval? Ja, lekker, zeker. Lekker sparren. Ja,
Nou ja, ik geef dus personal training en af en toe is dit een onderdeeltje ervan. En mensen vinden het toch altijd lekker om een beetje te rammen, een beetje energie kwijt te kunnen. Ja, en dat is goed gewoon voor eigenlijk bijna alle spiergroepen, het kickboksen. Dus dat is een leuke manier van trainen. Ja, en niet alleen voor je spiergroep, hè. Doorzettingsvermogen, discipline, we komen er ook vaker mee op de proppen, daarom kan ik ze opnoemen. Samenwerken, het zit er allemaal in, hè? Ja, zeker. Ja, dus dat maakt het ook een heel mooi onderdeel, zeg maar, om dit te trainen eigenlijk. Ja. Dus, ja. Want mijn binnen, ja, je kan er niet omheen. Jullie als gezinnetje, jullie stralen zo. Volgens mij is voor jou echt wel alles op zijn plek gevallen, hè? Ja, het is mooi, weet je. We hadden allebei samen, zeg maar, meteen echt die klik. En we hadden echt zoiets van, we willen heel graag samen kindertjes. En als je dan, ja, samen een kindje mag krijgen. En het is gezond en het is een heel relaxed jongetje. En ja, het is heerlijk samen zo. En weet je, samen een huis gekocht. De zaken gaan goed. Dus we hebben wat dat betreft ook, ja, helemaal niks te klagen. En samen is het fantastisch zo met z'n drietjes. En als je hem zo bezig ziet en 's ochtends wakker wordt met zo'n glimlach op zijn hoofd, dan denk je echt van, ja, het is prachtig. Ja, het is mooi, echt heerlijk. Is dat, ja. Ja, niks mooier dan dit. En het, ja, alles draait gewoon lekker. Dus niks te klagen op dit moment. Heb je dan nog dromen? Ja, zeker. Ja, we hebben zeker nogal dromen. En ja, kijk, ik heb nu natuurlijk een beetje verteld wat we doen en in welke sectoren we werkzaam zijn. En wat ons nou fantastisch zou lijken is om dit, wat we nu doen, eigenlijk nog iets groters uit te bouwen op een grote woonboerderij. En daar eigenlijk een salon aan huis hebben en mijn eigen personal trainingsruimte. Ik geef nu training op locatie nog. Ik zou dat fantastisch vinden als ik dat op onze grote woonboerderij. Alles op één locatie. Ja. En dan, lekker. Ja, en als we dan toch over dromen hebben, dan hebben we eigenlijk ook zoiets van, ja, dat we er een B&B bij willen bouwen. En, bed and breakfast. Ja, en dan eigenlijk mensen gewoon een wellnessweekend aan kunnen bieden, waarin ze kunnen sporten, behandeld kunnen worden, ja, massage. Dat is eigenlijk gewoon een verwend weekend. Volgens mij komt er steeds meer vraag naar. Ja, ja. Ja, dus als we het echt over dromen hebben, dan willen we gewoon dit neerzetten. Groots, woonboerderij. Veel groener omheen en dan de kindertjes door het gras heen. En dan is dat, om over een ultieme droom te praten, is dat het wel, ja. Ik word er nu al blij van. Ja, ik ook. Als ik eraan denk, ja, dat mooier kan eigenlijk niet. Ja. Ik wil je hartstikke bedanken voor de gastvrijheid en Savannah natuurlijk ook. Ja. En, ik bedank jullie alvast voor het kijken naar de eerste aflevering Sparren met Sporters. Uiteraard binnenkort meer. En ik daag jou uit om het even te doen. Tot ziens! Spierpijn, hè?